Mensen, in onze vorige video van de Tundersip lieten jullie weten dat wij naar Testbank zouden gaan. Dat zijn we deze keer en we zijn niet bij zomaar Testbank, want we zijn bij Dennis de Leijster van DDL Tuning in Klaaswaal. En daar gaan wij de sip fucking lekker afstellen. Dit is Dennis Leijster. Hij heeft een fiets-scooterzaak in Klaaswaal. En hij is niet zomaar iemand, want hij is de tweede kampioen. Nee, niet tweede kampioen. Wat ben jij? Tweede plaats van het Italiaans kampioenschap. Dat is wat ik wou zeggen. Hij is tweede plaats van het Italiaans kampioenschap met scooterracen. Dennis Leijster heeft een testbank. Ik heb hem ontmoet bij een injectiecursus in Rotterdam, geloof ik. We hebben dus die Tundersip. Die hebben we herbouwd. Moet afgesteld worden. Hebben we geprobeerd. Maar deze neer kan het echt. En daarom gaan we vandaag met hem de scooter afstellen. We zijn dus in de testbanklocatie van DDL Tuning. In Klaaswijk. Klaaswaal. En hier staat hij op de testbank en ziet er hartstikke vet uit. Het is ook een hele schone, mooie, steriele, heerlijke werkplaats. En geluidsgedempt, dus we kunnen gewoon lekker pompen. Het is avond, dus we hebben een tijd om nu even te kunnen doen wat we kunnen doen. Want daarna mag het niet meer vanwege de buren. En we gaan nu starten, we gaan het bandje voor pompen. Die heb ik zacht gezet vanwege wielenstrekken. En we gaan lekker starten met het proberen afstellen van het ding. Zich nu afvragen, wat gaan we doen? Wij gaan nu de scooter baseline. We gaan kijken wat er nu uit vermogen uitkomt. Het is verschrikkelijk, ik schaam me nu alvast. Schamen jullie alsjeblieft mee, like even deze video. En we gaan nu starten, we gaan kijken wat er vermogen nu uitkomt. En vanaf daaraf gaan we de plan de campagne maken en gaan we sleutelen. Maar als eerst de scooter starten. YouTube, dat valt me alles mee. De bougie was kut, ik had deze bougie gebruikt. En die was mogelijk te vet geslagen, daarom klonk hij zo raar de verleden keer. Daar haperde hij echt enorm op. We hebben net even een EGK'tje erin gegooid. Hij reageert al gelijk een stuk beter, veel minder haperen. Echt, het valt me alles mee. Kijk mee hoe Dennis en oma Joey en Dennis senior... ...de boel gaan chiptunen. We hebben zojuist de kartkap eraf gehaald, we hebben de rolletjes lichter gemaakt van 3,5 gram naar nu in totaal gemixt 3,25. Er zat een standaard koppeling in het blauwe Pelini trekveer, daarmee hebben we hem in ons vorige film als laatste afgesteld. Toen deed hij al echt 10 keer beter, weet je nog Dave?
Ja. Daar hebben we nu weer de molossiekoppeling in gezet, maar dan met zwarte trekveren, strak afgesteld. Hoop dat het nu beter is of goed is. En, dat gaat meneer Dennis Luijs vertellen, heeft ook iets getuned. Hij is even druk bezig. Oh, daar is de inlaat. Ik heb de raam getuned. De spuit is eruit gehaald. Er zitten normaal twee spijlen in waar dat het membraanplaatje op draagt, maar die kunnen gewoon makkelijk weg. Heb je betere doorlaat. Mm-hmm. Daarbij heb ik het ook beter gefloten op het spruitstuk, want het was gewoon helemaal niks. Het was allemaal heel scherp en ruw. Dus dat hebben we netjes afgewerkt en we gaan het zo zien. En nog één dingetje, een gasnaaltje. Dat is ook iets speciaals. Gasnaaltje heb ik een clipje armen gezet, dus het clipje omhoog gedaan op de naald. Zodat hij wat minder benzine krijgt, omdat hij onderin heel erg rijk stond. Ja. Dus ja. En een speciale naald. Ja, er zit een speciale naald in. Code W16 noemen ze dat. Ja. Dat is van de Lotte origineel. Dat is een naald die eigenlijk vrij spits is, dus vrij scherp loopt. Daarvoor geeft hij heel veel benzine onderin. Gaan we ook gewoon testen. Misschien moet er een W7 in, dat is een andere codering, die is iets botten. Ja. Maar moeten we gewoon proberen. Kijk, dit is echt gewoon AMG daar technische shit, hè. We gaan het weer testen nu. Goed, we zijn dus vandaag bij DDL Tuning geweest in Waalwijk. Klaas Waal. Wauw, die was echt heel fout. We hebben nu echt getest op de testbank. Het vermogen is al echt veel meer dan ik had verwacht en gehoopt. We zitten nu op 15,8 met de aanpassingen van Dennis voor zover. Maar we laten de scooter hier nu slapen, want er kunnen nog veel meer dingen gedaan worden en die gaat Dennis doen. In de film hebben we al dingen gezien. Er is magie gebeurd, maar het echte magie gaat pas echt gebeuren als hij hier blijft staan nu. En we de volgende keer terugkomen om weer op de testbank af te stellen en testen. Met de aanpassingen die Dennis tegen die tijd dan gedaan heeft. Stay tuned voor de volgende video hier bij Dennis DDL Tuning. Wil ik ook trouwens even zeggen. Dennis doet de afstellen voor dit soort scooters voor iedereen. Maar voordat jullie Dennis al beginnen te bellen, mailen, Instagrammen enzovoort, Facebooken. Contact hem dus niet als je niet serieus bent, want dat is zonde van zijn tijd. En dat wil ik hem niet aandoen. Wij komen terug in ons volgende video. Zie ons weer bij de nummer 7 Tunnelship film, Dave. Ja. De nummer 7 van de Tunnelship film. Weer op de testbank. Dan gemagiseerd, gechiptuned. En dan gaan we bijna racen tegen die Tundero. Lieve mensen, abonneer op dit kanaal. Volg me met Joey. Vond je het leuk video, liken. Vond je Dennis leuk, deel dan ook even deze video. En tot de volgende video bij DDL Tuning in Waalwijk. Klaas Waal. Telling rustig. Dankjewel Dennis.